De populariteit van boerderijwinkels neemt flink toe. En steeds meer consumenten weten hun weg te vinden naar deze verse lokale producten. Volgens Sven Wiegelo, mede-eigenaar van de boerderijwinkel Appeltje Eitje in Nijmegen, komt dit door de groeiende vraag naar vers en lokaal voedsel. Zoals de eieren bijvoorbeeld, die zijn echt dagvers. Nou, je ziet, die zijn net gevuld en die worden nu alweer gekocht. En die zijn van vanmorgen, soms zijn ze zelfs nog warm als ze hier in de winkel komen. En als je dan naar de supermarkt kijkt, dan zijn ze minimaal 2 weken oud. Dat is eigenlijk wel het meest concrete voorbeeld. Maar ondanks dat de klant voor verse producten wil gaan, is gemak ook van belang. Als je een bepaalde volume hebt aan producten, dan vinden mensen dat prima om een stukje voor om te lopen of even met het winkelkarretje even een stukje om te gaan. En ook voor deze klant is het niet de eerste keer dat ze een boerderijwinkel bezoekt. Het spreekt mij gewoon echt wel heel erg aan dat het gewoon hier uit de regio komt. Dat je dat niet zo ver heeft hoeven reizen inderdaad. En dat het gewoon hier van de grond komt. Dat lijkt mij gewoon beter. Voor de lokale economie is het volgens mij veel beter. Ja, voor het product is het eigenlijk ook beter. Het moment dat veel klanten de boerderijwinkels pas echt zijn gaan ontdekken, was tijdens de coronapandemie. Bepaalde plekken waarbij je niet bij boodschappen het publiek zat. Dus eigenlijk winkelgedeeltes die helemaal dicht gingen. Daar ging het echt gewoon zo ronduit slecht. En op de plekken waar je wel dicht bij boodschappen het publiek zat, daar zag je echt een enorme toename. Mensen dachten van ja, daar kunnen we covidvrij kopen. En zijn eigenlijk ook blijven hangen na die periode. En verder zie je gestaag wel een groei van 10-20%. Afhankelijk van per winkel eigenlijk waar we zitten. En het succes zit hem dan ook in de korte route van boer naar bord. Mogelijk is direct vanaf ons, vanaf de boer en meerdere collega boeren direct naar de consument. En wij doen dat dan middels deze automatenwinkel.